Nou, ik vind dat de boeren toch echt wel achteruitgesteld worden. En wij hebben onze levensbehoeften wel van de boer nodig. Zoals de melk en de kaas en de eieren. Dus ik kan me best wel inleven in hun situatie. Ja, de protesten gaan natuurlijk wel een stapje verder. Want er is sprake van afvaldumpingen en blokkades van snelwegen. Wat vindt u daar dan van? Dat vind ik niet zo netjes van ze. Van, je dupeert dan toch wel weer de mensen die of naar zijn werk gaan of eventueel op vakantie gaan. Dat vind ik wat minder. Doe het niet op de snelweg. Ja, nou, dat hoort niet. Dat hoort niet. Ik vind wel dat ze dan bij het parlement moet zijn en niet bij de mensen. Dus ja, dat is mijn mening. Ik begrijp best wat ze hebben gedaan. In het verleden hebben ze het recht gekregen om groter te worden. En nu zeggen ze van ja, jullie moeten een stap terug. En ik vind ook wel, ze moeten niet alleen de boeren pakken. Want als je kijkt, vliegtuigen in de lucht, moet je kijken wat voor vervuiling die geven. Dus ik vind niet dat ze alleen maar de boeren moeten pakken. Want zoals het nu gaat, is het niet goed. En wat vindt u dan niet goed gaan? Nou, qua wat de boeren betreft, gewoon niet geluisterd. Er wordt niet geluisterd en wordt zoveel kapot gemaakt. De grootste stallen staan in het buitenland. Kan straks hier naartoe teruggekocht worden. Daar mag meer antibiotica gebruikt worden, meer gif. Noem maar op, dat is niet eens zo veilig. Ja, als dan in de regering dat stukje overgeslaan wordt en hier niet naar de boeren geluisterd wordt, ik vind het echt triest. Nou, ik denk dat die acties die ze nu doen, op snelwegen, boel blokkeren, mensen benadelen, vind ik volkomen waardeloos. En die boeren, kijk, het is zo van, volgens de plannen van de regering worden die boeren uitgekocht. Die hebben allemaal veel land. Dus die boeren die uitgekocht worden, die hebben zoveel land dat ze allemaal miljonair worden. Ik denk, waar zeuren ze over gewoon, weet je wel. En ik snap de ene kant wel, maar ik snap de andere kant ook wel. Maar ik vind wel dat Nederland een klein beetje naar zijn Filistijnen gaat. En wat bedoelt u daar dan precies mee? Dat eigenlijk niemand meer luistert naar de mensen zelf. Het gaat alleen maar om beleid en om cijfers. En het gaat niet meer om mensen. Ja. Ik snap de woede van de boeren. En ik snap dat je je niet gehoord voelt. En ik snap dat dat dan je manier is om jouw statement te maken. Omdat er wellicht anders helemaal niet naar je geluisterd wordt. Want hebben de boeren een punt in de hele stikstofdiscussie? Ja, ik vind van wel. Ja. Creëer realistische maatregelen. En stel een plan op hoe boeren daartoe kunnen komen. Alles minderen. Niet alleen maar de boeren. Maar ook het vliegverkeer en de auto's. Want wat doen ze nu? Ze gaan alles alleen maar hoger maken. En mensen kunnen het niet meer betalen. Het parlement moet eens een keer goed om de tafel gaan zitten. Ja, ik zit daar niet, dus Nee, maar dan moet er dus een beslissing worden genomen. Er moet een beslissing worden genomen. Ja, dat klopt. En die wordt beperkt. Door en zowel de wegenbouw, de huizenbouw. En gewoon iemand kan eigenlijk niet meer verhuizen, want er is gewoon geen woning. Omdat de stikstof dat niet toestaat. Dus net wat ik net zei, het raakt ons allemaal. En ik ben ook best wel bereid om compromissen te sluiten. Maar niet alleen maar over de rug van de burgers. Wat mist u in Den Haag? Iemand die opstaat voor de mensen. En niet alleen maar voor de cijfers en voor het geld. Ja. En wat zou die persoon moeten zeggen of doen? Luister naar de mensen. Kijk van politiek standpunt uit. En kom samen tot een oplossing. Nu wordt er alleen maar uit politiek oogpunt een oplossing gekozen. Ik vind dat eigenlijk wel goed, dat ze dat een beetje laten zien, ook in de stad. Ik vind het beter dan de blokkades op de weg met stro. Ja, want laten we eens ons beperken tot de graffiti. Vinden jullie dat dat een kunstwerk is of is het een ander soort uiting? Het is meer een, ja, het is een kunstwerk, maar het is ook een statement maken. Omdat je het juist in de graffiti neerzet, zeg maar. En moet dat kunnen bij het Huis van de Democratie? Zoals het stadhuis wordt genoemd. Ja, ik vind het wel. Als het echt een mooie tekening is waar veel tijd in zit en zo. Maar als het zo'n tag is, zo'n woord of zo, dan is het niet zo mooi. Nee. De meningen zijn er in ieder geval over verdeeld. Ja. Juist. Ja, ik snap wel dat mensen het niet leuk vinden dat ze het hebben gedaan. Maar ik snap ook dat mensen wel willen laten zien wat ze vinden. En dat ze dat op die manier doen. Maar de boeren gaan een stapje verder en zijn bezig met afvaldumpingen. Ja. En blokkades van snelwegen. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat vind ik een beetje onzinnig. Dat vind ik eigenlijk gewoon onnodig.
Nou, kijk, het is wel zo van dat Schiphol krijgt heel veel geld en subsidie. En dat mag ook wel harder aangepakt worden. Kijk, van, dat je voor 49 euro naar ver weggestand kunt vliegen is natuurlijk belachelijk. Gewoon van, dus dat vliegen duurder wordt. En dat kerosine bijvoorbeeld belast wordt, want dat is nou onbelast. Nou, dat is natuurlijk van de gekke. Maar van wie zou dat dan palen en perken aan moeten stellen? De regering. Goedkope vliegen? De regering. Als je niet mag protesteren, dan is er eigenlijk geen sprake van een democratie. Dus ik denk dat het heel goed is dat zij zich uitspreken over hoe zij erover denken. En ben je het er nou mee eens of ben je het er nou niet mee eens? Het hoort bij onze democratie. Ja, ik snap heel erg de nood van de boeren om dat te doen, om zich gehoord te laten voelen. Maar de afvaldumping gaat wat mij betreft wel wat te ver. Ja, een eerlijker verdeling. Als je nou vanmorgen hoort dat de Shell zoveel miljard winst gemaakt heeft. De verhoudingen zijn scheef, ja, begrijp ik. Ja. Maar wie moet er dan ervoor zorg dragen dat de verhoudingen weer een beetje normaal worden? Ik denk toch wel dat wij met demonstraties en alles een beetje bij kunnen helpen. Maar als er niet geluisterd wordt en anders stemmen. Gewoon. Maar wanneer dat gaat gebeuren, ik weet niet of ik dat meemaak. Als de nood het hoogst is? Ja, denk het wel. Denk het wel. Dan worden de knopen doorgehaakt? Dan worden de knopen, denk ik wel. Als het, het gaat nood te ver. Het gaat nu echt te ver. En dan gaan alle vingers in de dijk? Dan gaan alle vingers in de dijk. Ja.